Mijn naam is Monika, Monika Bonte. En ik woon hier niet ver van de Uitwijken. En ik zag toevallig dat het Congolees Dannen op het programma stond. Ik vond dat superleuk, want dan kom je in de roots boven. Want eigenlijk, mijn echte naam is Mokonzi. Ik ben eigenlijk van Congolese afkomst. Die al jaren hier in Sint-Pieters woont, al meer dan 50 jaar. Maar uiteindelijk, mijn moederland blijft nog altijd Congo. Wat ik altijd nog koester. Ik was zo benieuwd totdat ik deze man hier ontmoet. We zijn van dezelfde origine. Maar iets klinker. Allemaal verschillende huidstinten. Inderdaad. Ja. Dat was een beetje mijn verhaal. Mm-hmm. Ja. Ik ben Chris Mastaki. Ik woon hier in België al 20 jaar. Ik woon in Sint-Kruis. Mijn papa van 3 kindjes. Mijn vrouw is ook van hier, van België. En ik woon heel graag in Brugge. Dus ja. En ik doe alles. Alles wat. Cultureel of metselen spreekt mij direct aan. Dus ik heb ook al 12 jaar met Vistenpark gewerkt in kinderdorp. En ik heb heel veel speelgoed gedaan toen ik klein was in Afrika. Dus ik doe dat nog graag met kindjes, zo workshop geven of op school, zo zulke dingen. Doordat dat mijn favoriet pakje is, kom ik toch regelmatig een keer hier. Omdat we hier ook al buurtfeesten gedaan hebben. En die voor iedereen een beetje samen te krijgen met al muziekorganisaties gedaan. Allee, ja, eigenlijk is het voor Sint-Pieters ook een beetje een update om mensen te samen te krijgen. Want in deze moeilijke wereld is het toch wel belangrijk dat mijn hart, hartverwarmend blijft met elkaar omgaan. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk, die Congolese dame is gewoon een variant van gewone dame. Meestal als je een dame speelt, moet je proberen de pion van de andere persoon te pakken. Maar bij de Congolese dame is het omgekeerd. Dus je moet proberen je pion te verliezen. En als je al je pion verliest, ben je dan de winnaar. Het is een andere manier van denken. En ook een andere logica. Maar ja, het is een beetje voor ook. Mensen aan het leren een beetje verliezen ook en blijven fan hebben tenzij je, terwijl je aan het verliezen bent. Dus, ik vind vooral jammer dat iedereen een beetje gesloten geworden is door de GSM, de computerspel. Het is meestal spelletjes die in persoon kan spelen tegen iemand misschien die in een ander land is. Maar gezelschapsspelletjes, dat brengt nog een beetje communicatie tussen mensen. En ik vind nog altijd, als ik moet kiezen, kies ik altijd voor zo'n spelletje in plaats van op computer te gaan spelen. Dominic heeft dat inderdaad als kind hier in België geleerd. Maar ik heb eigenlijk thuis een schaakbord die eigenlijk door kinderen gemaakt is, ook op zijn Congolees. Ik zeg van, ik ga dat toch een keer bekijken. Het is een beetje de switch van, nu weet ik dat dankzij jou leren verliezen, in plaats van alleen te winnen. Inderdaad. Ja, en het is eigenlijk geven en nemen in een spel eigenlijk, ja. Inderdaad. Een mens neemt graag in plaats van geven. Voilà. Ja. In Congo, toen ik klein was, hebben we daar heel veel gespeeld. Omdat ja, in Congo, het is niet iedereen die een kans had voor een dame te gaan kopen in een winkel. Dus we hebben een beetje geleerd voor onze speelgoed zelf te maken. En zo een beetje creativiteit, een beetje omhoog trekken. En zo zijn we begonnen met een paar spelletjes maken, zoals dame vandaag. Maar we doen alles, we hebben veel gedaan met veel materiaal, van recyclage materiaal. Alles is alleen nog moeilijker kleed, niet binnen? Ja. Het is moeilijker. Mijn naam is Fons, ik woon op Sint-Pieter. En dat wilde ik wel meemaken, dat Congolees dammen met iemand. En dat is omgekeerd, dat is defensief. En dat was wel super om dat te kunnen ervaren. Ik ben jaren geleden naar Zambia geweest in een project. Een project die in een weeshuis is ontstaan en mensen, de weeskinderen, hielp met
agricultuur met landbouw. En daar heb ik donkere mensen ontmoet, hè. Ook Congolezen en anderen. Dus Afrika heb ik dat leren kennen eigenlijk. Hè. Dat was natuurlijk mijn interesse om te weten hoe gaat dat. Ik heb het gespeeld 2 keren tegen die meneer, die Congolees is. Hè. En hij deed dat op een easy manier. En ik had de reflex altijd van, kan je pakken. Hè. Dat is bij mijn derde damspel met iemand anders is de reflex eruit gegaan. Maar toch moeilijk, maar het ging. Het was evenwichtig meer. En ik liet me pakken, maar ik kan er wel last mee. Ja, ja, dat is echt waar. Hè. Die hersenen wilden je niet mee. Hè. Wel ja, het is de omgekeerde volgorde. Hè. Ja, ik wil dat wel met de kleinkinderen of iemand. Ja, ik vind het interessant eigenlijk. Hè. Iedereen is hier op zijn gemak, op zijn alaise. Dat gaat meenemen naar huis. Zeer weten, zeer weten. Ja.